Dat is afgelopen vrijdag. Hij probeert daar vandaag een vervolg aan te breien. Ondertussen Sterling Gibbs. Mooie crossover. En dan de driepunter. Zinski, wat een leuke matchups op die vierpositie. Daar is weinig aan te doen, denk ik. Als hem daar de bal heeft. Dave de Zinski, right back at you, om het op zijn Engels te zeggen. Kapi, weer gaan lopen. Mihailovic, gekende stijl, we verliezen de bal. Het is uiteindelijk Branch die hem oppikt. Samen spelen met de Ridders. En dan worden twee easy points. Easy fast break points. Zalf op het veld, tegen zijn ex-club ook. De club waar hij als jeugdspeler doorbrak. Sterling Gibbs, step back three. Van Branch. De rebound voor Bacci, maar hij mist ook. En dan opnieuw, ja, fast break, de Ridders. En de eerste time-out van Branch. De rebound voor Bacci, maar hij mist ook. En dan opnieuw, fast break, de Ridders. En de eerste time-out. Het wordt Maras voor drie. Die valt niet, rebound Blijenberg. Een fast break weer. Ja, drie tegen twee. Tuczynski, Branch. En dat is easy. Step back. En dan, ja, laatste shotklok, maar dan weer geen rebound. Offensieve rebound voor Branch. Foul and one. En is dan weer als laatste terug in defense. Yeah. En dan, ja, een heel makkelijke score. Voor Sterling Gibbs. Je moet een achter op de guard spelen. Ja, heeft zowel de lengte als het skillspakket volgens mij. Dus hij kan zeker... De helft zeker ook nog Cam McGriff gebruikt worden, maar ik vermoed dat Cam McGriff zal gespaard worden met zijn twee fouten. Ondertussen mooie pass van Sterling Gibbs. Ja, mooi. Trailende Tuczynski en dan geen helpside. De helft zeker ook nog Cam McGriff gebruikt worden, maar ik vermoed dat Cam McGriff zal gespaard worden met zijn twee fouten. Ondertussen mooie pass van Sterling Gibbs. Ja, mooi. Trailende Tuczynski en dan geen helpside. Is het Sterling Gibbs die uiteindelijk met de loose ball wegkomt en dan Kesteloot en dan weer twee punten. Je defensieve transitie. Weer 3 tegen 2. Tuczynski daar helemaal alleen, want Cameron McGriff die kreeg daar een lichte push of een lichte duw. Green komt en zijn bal terugkrijgt. Weer met die step back zoals in de eerste helft. Weer binnen zoals in de eerste helft. Sterling Gibbs aan een heel goede wedstrijd. Tussen, kijken we naar Sterling Gibbs. Een goede pass. En weer de pick and roll. Dit keer niet met Tuczynski, maar wel met de Ridder. Is niet de beste wedstrijd van Maras vandaag. Please, denk ik. En Sterling Gibbs. Ze blijven doorgaan. Die blijft maar knallen. 6-5. De wedstrijd is nog lang. Gibbs, nog maar eens. Heat check. Miljaar. Daar kun je maar weinig aan doen, denk ik. Goeie defense, hand in the face. En ja, hij scoort. Ondertussen, Dave Tuczynski. Vintage. Maar afgewerkt. Wou daar ook nog de fout. Vermoed ik. Hand-off voor Blijenberg. Marchand onder het screen. En dan, ja. Driepunter Blijenberg. Terwijl ook Kesteloot klaar zit bij de Giants. Dat is voetjes van de grond. Dat is nooit goed. Van een einde. En toch de driepunter. De ref twijfelde even. 2 of 3. Geeft uiteindelijk toch de 3. Zo 3 Kesteloot. En die knalt hem binnen op de buzzer. Dat doet pijn. Dat doet pijn. Goede defensieve rotatie, goede defensieve sequentie zelf van Okapi. Dat is Kesteloot, easy, Branch. Ja. Ook al kom je daar nog bij, zijn er ervaren Amerikaanse spelers. Het is een simpele backscreen en geen switching. Een vrije man met een inbounds. Geen communicatie. Dat is een beetje daar ondertussen. McGriff weer in de roer Kesteloot, zeg, je kent de baseline move. Ja. Is soms gevaarlijker zonder bal als met bal. Dan loopt hij gewoon die baseline af. De speler natuurlijk ook een beetje tegen beter weten in, maar bon. Ja, ze gaan de tijd rondspelen natuurlijk. Ja, slim van Gibbs en dan van den einde, wide open, kan niet. En dan denk ik boeken toe. Dat,